dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is dinsdag vandaag en het is 1:50. Ik ga even mijn tas afdoen. Ik ben net naar de Xenos geweest. Zoals je er misschien wel kan zien. Er zijn 2 grote tassen. En dit is nog niet alles, want ik heb ook een bestelling geplaatst. En strakjes, als ik nieuw van zijn werk ga halen, ga ik ook nog eventjes terug naar de Xenos. Want ik had echt een mega gaaf spiegel gezien. Maar die kreeg ik niet in mijn eentje mee op de scooter. Dus die ga ik straks nog eventjes halen. Waar dat voor is, zien jullie binnenkort in de video. Want er komt namelijk een aparte video van. Want ik heb namelijk een samenwerking met Xenos. Maar daar later meer over. Het is vandaag dus dinsdag. Gisteren was het een beetje een uitbraakdagje van thuishaven. Want ik was afgelopen zondag met wat vrienden naar thuishaven geweest. Dat was echt vet gezellig. Daarna waren we nog even bij Miu thuis. En toen ben ik bij Miu blijven slapen. En gisteren waren we pas 4:30 wakker. Ja, 4:30. Dus gisteren was niet zo'n hele boeiende dag. Voor vandaag is het wel een leuke dag, want ik ben dus net naar de Xenos geweest. Ik ga zo meteen even pakketjes inpakken voor Unite Wardrobe en op de post doen. Dan ga ik naar Shark toe, want Shark heb ik echt heel erg lang niet gezien. En vanavond is het 18 dinertje van Jet. Jet wordt morgen 18 en die geeft vanavond weer dinertje, dus dat is vet gezellig. Dus daar moet ik nog even gaan kijken wat ik voor ga aantrekken, want ze wilde eerst een thema doen. Maar ze kon zelf niks voor dat thema vinden, dus ze zei doe maar gewoon iets leuks aan, iets van een leuk jurkje. Maar ik heb niet echt leuke jurkjes, dus ik ga even kijken wat ik aan ga trekken. Misschien mijn witte flarebroek, dan een mooi blouseje of zo. Ik weet nog niet. Ik krijg heel veel berichtjes. Zou ik aan het bespreken voor morgen, want er is dus parade in Utrecht. En daar willen we waarschijnlijk morgen naartoe, omdat Jet dus morgen jarig is. Met Zoe, Marike, Kiki, Wietske volgens mij en dan Jet en Bente volgens mij. Ik weet niet eigenlijk. Maar in ieder geval die meiden. Dus we zijn nu eventjes aan het bespreken hoe laat we gaan en zo. Dus dat is heel erg gezellig. Voor de rest deze week, ja, morgen dan parade, vanavond Jet. Vrijdag ga ik als het goed is met Miu, zijn zus en haar vriend naar Düsseldorf. Dus dat is ook heel erg gezellig. Zaterdag moet ik gewoon werken. En zondag volgens mij nog geen planning. Dus ja, voor nu ga ik eventjes pakketje inpakken voor Unite Wardrobe. Eventjes nog een klein stukje van mijn video bewerken. Die staat al ingepland, maar ik moet nog even iets veranderen. En dan ga ik denk ik zo richting Charlotte. Hebben we om 2:00 afgesproken. Want zij moest rond 5:00 werken. Maar het komt top uit. Want ik moet om 6:30 Miu ophalen. Kan ik daarvoor nog eventjes die spiegel halen. Ik ben echt zo excited over alles wat ik heb gekocht. Ik laat het alvast een heel klein beetje zien. 23. Zeg ik dat goed? Ja, 23 augustus komt de video hierover online. Met een winactie. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. 23 augustus, dat is over 3,5 week. Dat is de dag dat Miu en ik terugkomen van Kools. Over 2,5 week gaan we naar Kools. Nog 17 dagen. Ik heb er echt vet veel zin in. Het liefst ook nu al mijn koffer inpakken en nu al gaan. Maar ja, hoe langer we wachten, hoe leuker het is. Want hoe langer we er zeg maar op verheugd en gewacht hebben. Een goed verhaal. Ik ga een pakketje inpakken. Even wat eten, want ik heb nog niet gegeten. En er start toe. Wat? Deze ben ik wel benieuwd naar. Trio is terug. Ja, back to business. Zijn jullie allemaal gas? Jij hebt cheese cheeseburgers. Oké, ik ga hem proeven. Jij hebt er lekker 2? Ja. En kipnuggets. Char, je hebt verkeerde rietje. Je hebt die van keer. Zo? Oh. Hij is wel heel zoet. Ja, ik zei het tegen je. Jezus. Jezus Christus. Oh, dat zit je en ik hou echt van zin. Oké. Hij zat ook een filmpje gemaakt op de. Hi. Op de vlogs everywhere. Hij zat. Ja. Een tijdje thuis, of nou tijdje thuis, het is nu 12:00 of zo. Miu heeft me vanmorgen afgezet met de scooter, want gisteren had ik het dinertje van Jet. En daarna was ik bij Miu blijven slapen, dus die heeft me net afgezet, want hij moest werken. Vandaag ga ik eerst eventjes een video opnemen en mijn kamer een beetje opruimen, want mijn kamer is echt een hele grote bende. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is echt een bende. En dan vanavond rond 5:30 ga ik met Jet, Marike en Kiki. En ik ga naar Utrecht. En Zoe is al in Utrecht. En dan gaan we naar de parade daar zo. Ik ben nog nooit op de parade geweest. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Al die meiden zeggen dat het echt heel erg leuk is. Dus
Ik ben benieuwd. Daar heb ik wel zin in. Alleen het regent dus echt fucking hard buiten. Dus ik hoop dat dat straks ophoudt. Want ik heb echt geen zin in de regen. En ik heb zelfs twee truien aan omdat ik het zo fucking koud heb. Dus ja, ik ga zo meteen eventjes douchen. Camera aan de oplader doen. Video opnemen. Klaarmaken. Ik zit nu even een vlogje van Stijn te kijken. Ik weet niet of je het ziet. Daar is Stijn. En ja, heb ik nog iets boeiends te vertellen? Oh ja, ik heb een pakketje van Mooipair gekregen. Dus die zal ik wel eventjes aan je laten zien. Het is van Locatin. Geen idee hoe je het uitspreekt. Volgens mij is het een Frans merk. Maar het is in ieder geval dit merkje. Als je hem openmaakt zit er als eerst een scrunch in. Ik vind hem best wel schattig. Het is met rolls, met glittertjes en zo'n strikje. Ik ben nooit echt van de strikjes, maar... Als je wil, kan je er volgens mij afknippen. Ja, ik kan er ook afknippen. Dan heb je gewoon een roze scrunchie. En daarbij heb je ook nog een bijpassende haarband erin zitten. Die is best wel groot volgens mij. Nou, een haarband. En dan zitten er nog twee dingetjes in. Maar ik heb nog niet echt duidelijk gekeken eigenlijk wat het is. Hier staat in ieder geval op een shampoo. Essential oil. Dit is volgens mij in ieder geval een shampoo dat erin zit. Wacht, ik ga even kijken voordat ik allemaal shit ga vertellen wat niet waar is. Ja, dit is een shampoo voor je haar. Heel goed shampoo is vaak voor je haar. En dit is dus een serum voor je haar. Een op stage hebben we dit ook altijd. Hyaluronzuur of zo. Ik kan het echt nooit uitspreken, maar dat blijkt dus heel goed te zijn. Dat heb je nu dus ook voor je haar. Kijk even hoe gek dit eruit ziet. Ik weet niet of je het kunt zien. Zie je dat? Al die gekke bolletjes erin. Nou, dit is in ieder geval. Dus ja, die heb ik gekregen van Mooi PR. Oh, zeg maar gewoon zo'n PR-bureau dinges. Dus dank u zeer. Ik ga eventjes mijn camera aan de oplader doen. Even douchen. Even wat aan dit hoofd doen, want mijn make-up zit er nog steeds op van gisteravond. En dan ga ik een videootje filmen. Ik ga wel eventjes wachten tot het iets minder hard regent. Anders hoor je steeds heel hard die regendruppels. Op de achtergrond. En dat is ook niet zo chill. Dus ja. Ik heb eventjes gedoucht en me klaargemaakt om de video op te nemen. Het staat al helemaal klaar. Dus dat ga ik nu doen. Het is nu 2:30. Ik hoop dat ik er minder lang dan een uur mee bezig ben. Want dan kan ik het ook vast een stukje bewerken. En rond 4:15 ongeveer wil ik met scooter naar Centraal. En het is nu droog buiten. Dus ik hoop dat het ook droog blijft. Zodat ik gewoon op de scooter naar Centraal kan. Van Centraal naar Utrecht. Van Utrecht dan vanavond weer naar huis. En met scooter dan weer naar Miu. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Ik heb net een pukkel proberen uit te knijpen. Het is nu echt een hele rode vlek. Dus helemaal kut. Maar goed. Ik ga eventjes video opnemen. En ook opruimen. Want dat hoort ook tot de video. En daar heb ik echt geen zin in. Maar oké. Ik heb heel mijn kamer opgeruimd. Ik heb de video opgenomen voor Xenos. En ik heb mijn kamer een beetje heringedeeld, zeg maar. Ik ga één dingetje aan jullie laten zien. De rest blijft nog een verrassing voor in de video, maar ik ben hier zo excited over. Kijk deze spiegel, hoe leuk. Deze komt dus van Xenos en in mijn video zal ik er wat meer over vertellen. Maar het is gewoon zo'n ronde spiegel en dan met zo'n ijzeren zijkant. Ik vind hem echt, oh, love it. Ik vind hem zo leuk. En ik heb hem hier boven het kastje opgehangen, maar de rest ga ik nog niet laten zien. Want dat komt dus 23 augustus in de video. Ik ga hem nu eventjes omkleden, want over een half uurtje ga ik met de scooter naar Centraal. Want het is gelukkig droog. Beter blijft droog. Echt 5 minuten geleden kwam ik echt met bakken de lucht uit nog. Dus ik hoop dat het droog blijft. Ik doe denk ik mijn nieuwe jasje aan van de Zara. En dan een trui en mijn Marc Jacobs tasje. Dan ga ik met de scooter ga ik dus naar Centraal. En dan gaan we naar Utrecht. Dus ik ga hem eventjes omkleden. Even een klein beetje mijn haar. Nou ja, mijn haar vind ik eigenlijk wel prima zitten. En ik heb trouwens nog een vraagje. Want hebben jullie een tip voor een goed haarmasker? Voor de mensen die mij kennen. Of al heel vaak mijn video's hebben gezien. Weet ik ook best wel vaak mijn haarstijl. Omdat ik van nature eigenlijk krullen heb. Ik wil ook vanaf volgende week. Of nou ja, vanaf kost. Ik weet niet echt. Wil ik wat meer mijn eigen krullen gaan dragen. En wat minder vaak mijn haarstijl. Omdat, kijk, mijn haar is gewoon hiervoor. Is gewoon... Een soort beetje afgebroken. Ja, ze hebben het ook wel geknipt daar bij de kapper. Maar ook gewoon afgebroken en dood en stug aan de onderkant. Ik wil het gewoon weer even gezond laten worden. Dus hebben jullie tips wat ik kan doen om mijn haar weer gezond te krijgen? Om het weer mooi te krijgen? Een goed masker? Ik wil misschien ook die berenpilletjes weer gaan doen. Ik had dat een tijdje gedaan.
Maar ik hield het echt maar 2 maanden vol. Ik vergat elke keer om een nieuw potje te kopen. Dus als ik het nu ga doen, wil ik het wel echt volhouden. Maar sowieso eigenlijk vanaf kos of ja, volgende week wil ik mijn haar wat minder gaan stylen. Want op vakantie vind ik krullen ook gewoon heel erg mooi. En dan kan ik het gewoon laten opdrogen. En dan maak ik gewoon met een scrunchie zo boven hierop een knot. Wat ik ook in Caruela wel eens had gedaan. Dus ik denk dat ik dat gewoon wat vaker moet gaan doen. En mijn haar gewoon wat minder met hitte moet gaan aanraking moet laten komen. Maar goed, hebben jullie nou nog tips voor een goed haarmasker of iets? Laat eventjes weten in de reacties. Want dan kan ik dat kopen en proberen. Dit is wat ik uiteindelijk even aan heb getrokken. Trui van Colorful Rebel. Jasje van de Zara. Marc Jacobs tas. En mijn flarebroek. En ik moet alleen beneden nog even mijn sandales aandoen. Ik ben lekker in het zwart met groen. Dit matcht net niet helemaal lekker. Ik dacht dat dit veel beter klopt qua kleur. Maar goed, hè? Maar ik vind het best wel lastig met wat ik aan moet. Want ik wil dus een capuchon voor als het misschien gaat regenen. Maar het is ook best wel warm buiten. Maar goed. Hier heb ik ook een spiegel. En trouwens, van Boss Babe Online had ik de telefoonhoesje gekregen met zo'n kortje eraan. Dat zie je de laatste tijd dus heel veel voor mensen die door festivals gaan en zo. Dan kan je dus gewoon zo telefoon om je nek komen. Ik ga vandaag niet meenemen. Maar wel heel handig. Ik ga nu de scooter pakken. Die is, nou, de scooter staat voor. Kan je het zien? Nee, zie ik niet. De scooter. Ik ga met de scooter naar Centraal. En daar wachten, als het goed is, Jet, Marije. Of nee, Jet, Marika en Kiki. En dan gaan we met Sferen naar Utrecht. En sowieso in Utrecht. En dan gaan we naar de parade. En ik neem jullie mee. Maria en de Ik vind het echt leuk dat we naar de parade gaan. Ik vind dat echt gezellig op de parade. Ja. Lekker? Heb je nou zo'n vieze hoedje? Ja. Is die lekker? Lust jij dat wel? Ja. Ja. Dranklisten we allemaal. En Jet was zo blij, want Jet mocht verhalen. Ik vind in de parade wel leuk hoor, maar dit is toch wel erg jammer. Het zijn toch wel een beetje luxe paarden bij, hè? Het ziet er wel een beetje smerig uit. Ja. Maar we doen het voor Jet, we doen het voor Jet. Weet je waar dit op lijkt? Gewoon van die campingbekertjes. Ja. Niks mis met de camping, want daar gaan wij ook altijd heen. We doen het voor Jet, hè? Ja. Wat? Deze gore beker. Oh. Leuk hoor, parade, maar mocht je paarden zijn we wel. Mocht je je ID laten zien? Nee. Eindelijk 18. Eindelijk 18. Ja, we gaan het gewoon aan jullie zien. Nee. Gewoon maken, maar die is helemaal nat. Nee. Ze schoonmaakpoes. Poes ook. Schoonmaakpoes. Jongens, ja, jullie zijn nu op stap met de Uber. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben klaar nu. Ik ben klaar nu. Hey, doe dat niet, die van mij. Harder. Daar ligt die. Zo enthousiast als ze aan is. Ja. Even aan het kaarsje uitdagen. Had je dit in je tent liggen? Nee, ik had het niet bij. Kijk je tent. Kijk je tent. Oh, je hebt het. Wat mee je hebt. Zo. Sorry, maar ik ben verliefd op. Ik sta in de limo bij mijn moeder. Ik heb daar gisteravond geslapen en ik ga lekker werken. Ik heb de camera niet bij me, dus vandaar dat ik mijn telefoon film. Ik mag lekker werken.
zijn eventjes naar de stad geweest. Want ik wilde heel graag een... beetje overbelicht. Ik wilde heel graag een trui en een rokje. Alleen die trui hadden ze niet. Rokje wel. Maar ik ga denk ik dinsdag of woensdag een shoplog opnemen. Dus ik ga hem nu nog niet laten zien. Dus dan kan ik hem daar gewoon in laten zien. Maar die komt, als het goed is voor jullie, aankomende vrijdag online. Dus wil je nou weten wat voor rokje ik heb gehaald, moet je aankomende vrijdag eventjes mijn shoplog gaan kijken. Die trui ga ik dus eventjes online zoeken. Ik heb de afgelopen dagen weer niet heel erg veel gefilmd. Donderdag heb ik volgens mij helemaal niks gefilmd. Vrijdag ging ik met Miu en zijn zus en zo naar Düsseldorf. Heb ik echt 3 seconden in de auto gefilmd. Gisteren moest ik werken van 12 tot 4. En daarna heb ik met mijn vader een pokeball gegeten. En net hebben we mijn broertje en mijn vader uitgespijt. Want die zijn met de auto naar Italië. Dus ik ben nu lekker 2 weken alleen thuis. En over 2 weken gaan wij op vakantie. Maar ik kwam hierboven eigenlijk om hier mijn laptop oplader te pakken. Ik ga even croissantje eten. En even die trui opzoeken. Want ik vond het zo'n leuke combi. Zeg maar op de bijkorfsite kon je hem zien als setje. En dat vond ik zo leuk. Maar op de site hadden ze hem ook niet meer in een XS, de trui. Dus wij dachten, nou, we gaan gewoon even naar de bijkorf. Het rokje hadden ze wel, alleen de trui niet. Dus die ga ik even zoeken. Ik heb er eventjes wat G's Louise t-shirtjes op hier in het zwart opgezet. Deze, maar die is volgens mij al verkocht. En dan nog 2. Ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. Want dat is toch altijd een stukje makkelijker om via de video te laten zien. Ik heb deze erop staan. Deze heb ik echt letterlijk 2 keer gedragen of zo. Maar ja, ik weet niet. Ik heb best wel veel G's Louise t-shirtjes. En de helft draag ik gewoon niet. Dus ik dacht, ik ga ze gewoon verkopen. Dus deze staat erop. Nog helemaal mooi, fresh en... Het alleen even gestreken worden. Maar die dus staat erop. En dan een t-shirtje waar ik altijd heel veel vraag naar krijg. Deze heb ik wel een aantal keer gedragen. Maar ziet er nog even mooi uit als de vorige. En dat is deze. Met LT-kra erop. Die ziet er ook nog gewoon helemaal mooi uit. Zonder vlek of iets. En het is allebei een maatje 0. En dat staat ongeveer gelijk aan een XS. Dus die heb ik eventjes om mijn United World opgezet. En... een zonnebril. Let even trouwens niet op mijn haar. Het ziet er echt niet uit. Maar mijn Burberry zonnebril heb ik dus ook op United Wardrobe opgezet. Omdat ik er gewoon heel erg over twijfel. Ik vind hem gewoon niet echt bij mij passen. Ik vind het echt een bloedmooie bril. Alles zit er nog bij. Doosje. Hoesje. Het schoonmaakdoekje. Boekjes zitten er zelfs nog bij. Echt letterlijk alles zit er nog bij. Ik heb hem nooit gedragen. Nooit. Alleen eventjes om te passen. Zo ziet het doosje eruit. En dit is de bril. Ik heb hem dus voor mijn verjaardag gekregen. Toen ik 19 werd. Maar ik draag hem gewoon niet. En ik vind het zo zonde. Maar ik denk dat ik gewoon meer een type ben voor andere brillen. Want ik vind hem wel heel gaaf. Kijk, hij is zo'n cat eye. En dan aan de zijkant hier heeft hij die Burberry logo. Maar ik vind hem ook heel gaaf om hem zeg maar zo... op je neus te dragen. Dit is hem vanaf de zijkant. Ik vind hem echt heel erg gaaf. En ook zo. Met je haar vind ik hem heel erg leuk. Maar ik weet niet. Als ik zeg maar een bril opdoe, pak ik automatisch mijn Ray-Ban-bril. En deze eigenlijk niet. Dus vandaar dat ik deze verkoop. Hij staat dus op mijn United Wardrobe. Daar staat hij voor €215 erop. Omdat er nog 10% afgaat natuurlijk naar United Wardrobe zelf. Dus heb je wel interesse, maar je denkt €215 vind ik te veel. Stuur maar eventjes een DM, want ja, via Instagram of Marktplaats zou ik hem op zich wel goedkoper willen verkopen. Omdat daar gaat natuurlijk geen 10% van af. Dus dan wordt denk ik mijn minimum €190 of zo. Want de nieuwe prijs was uit mijn hoofd €250 en hij is dus nooit gedragen. Dus oké, goed verhaal. Miu en ik gaan zo meteen onze eigen pizza maken. Daar heb ik echt veel zin in. Hij is nu Formule 1. Volgens mij aan het kijken. En ik zit een beetje op mijn laptop een beetje te zoeken en zo. En dingetjes op je United Wardrobe aan te zetten. Dus ja. Linkje van mijn United Wardrobe zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten. Volgens mij staat hij daar trouwens al. Maar ja,